Jeremy, allereerst gefeliciteerd. 3-0, is terecht, geflatteerd, zeg het maar. Nee, terecht, dankjewel. Ja, terecht? Nee, vroeg dan. Ik dacht, hoe kijk je terug naar de wedstrijd? Nee, vind ik wel. Ik vond dat we fantastisch, eerste half uur fantastisch hebben gespeeld. Daarna zakte het wat weg. daarna pakte het weer op en hebben we de wedstrijd gewoon uitgespeeld. Wat dacht jij de eerste half uur van, hey, niemand valt mij aan? Ik had veel ruimte inderdaad. Maar, dat is niet normaal. Dat hebben we van tevoren besproken. Dat was ons tactisch plan. Dus, met Peck ook? Sorry? Met Peck ook? Nee, intern. Maar Peck, niemand pakte jou van Peck ook aan? Peck hielp wel een beetje mee. Ja. Moet lekker zijn. Ja, nee, dat was lekker dat ik zoveel ruimte kreeg. En dan op een gegeven moment gaat die wedstrijd, die kakt een beetje in. Waar ligt dat aan? Ja, we worden slordig. We geven het heft een beetje uit de handen. Maken veel fouten, maar dat moet eruit. Al met al hebben we wel heel goed gespeeld de eerste half uur. En daar kunnen we op verder bouwen. Ja, want wat is dat? Is dat nog een beetje dat allemaal een beetje stroef loopt dit seizoen? Dat je dan makkelijker even in een dipje komt in zo'n wedstrijd? Nee, niet per se. Zoals het eerste half uur hebben we laten zien dat we het gewoon kunnen. En dan moet je het vasthouden. Dat is belangrijk. Niet verzwakken. Welke goal vond je het mooiste? Ja, Jordi. Je zat er wel lekker in, hè? Dat was een mooie goal. Hey, aan de ene kant hangt er een beetje een sfeer rond Feyenoord van lastig, ja, noem maar op. Aan de andere kant sta je wel gewoon derde. Wat overheerst bij jou? Dat we nu derde staan, inderdaad. En dat we door moeten gaan. Deze weg? Ja, absoluut. Wat zou jij, als je iets moet veranderen, heb je nog iets in gedachten? Wat ik moet veranderen? Nou, als er iets veranderd moet worden, heb je dan nog iets dat je zegt van nou, dit of dit kan beter? Moet jij dat dan weten of zullen we dat intern? Nou ja, als je het even wil zeggen, dan kunnen al die mensen even meegenieten. Nee, dat bespreken we intern, dat is het belangrijkste.